مدعی لا برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. Dames en luisteraars, van harte goedemorgen en welkom tot deze zaterdagsaflevering van gisteren, vandaag en morgen. Rashid Pierkans, Kal Ajor Kal. Dit is de aflevering van zaterdag 11 juli 2020. Kal Ajor Kal wordt live uitgezonden vanuit Paramaribo, Suriname en is nu te beluisteren via de RBN radiofrequenties. RP de Hot One 89.7 FM. Deze uitzending is ook te beluisteren via ACME Radio op 91.3 FM. In een simulcast in Ikeri op de 103.5 FM. Kal Ajor Kal is ook live te zien via YouTube. Daarvoor gaat u naar de YouTube-zorg. U slaat in RBN Suriname. Dan gaat u deze uitzending ook live kunnen volgen. Deze uitzending is vandaag wederom te zien via Alpha Televisie Channel, Alpha Channel Suriname, Facebook. Is deze uitzending ook te zien. En Kal Ajor Kal is landelijk in ons eigen land te zien via RBN Televisie, kanaal 5.1. Mijn naam is Farid Pierkan. Ik ben uw presentator voor gisteren, vandaag en morgen. Rashid Pierkans Kal Ajor Kal en zeg tegen u allemaal assalamu alaikum. Laat me bij de aanvang van deze uitzending alle mensen condoleren die een dierbare hebben verloren en ik wil u allemaal veel sterkte toewensen in de voor u zeer moeilijke en droevige dagen. Ik wil vandaag ook alle mensen van harte beterschap toewensen die ziek zijn en een spoedig herstel aan u allemaal toegewenst. En vandaag ook alle mensen feliciteren die er vandaag jarig zijn op zaterdag 11 juli 2020 en maak er allemaal een mooie dag van. En dan wel aangepast in de tijd waarin we nu leven in COVID-19 tijdperk. De volgende mensen wil ik alvast een goede voorbereiding toewensen naar hun jaardag voor morgen, zondag 12 juli. Dat is Renuka Zim Boudat Pandey en ook Maisha Neus. Die mogen morgen hun jaardag gaan vieren en ze kunnen dat alvast vandaag voor gaan bereiden. Dat geldt ook voor maandag 13 juli voor Rohani Ramlakan. Dinsdag 14 juli voor Maitri Zuklal. Maitri wordt alvast een mooie voorbereiding toegewenst voor haar jaardag op dinsdag 14 juli. Chris Matai, Reuti Sitaram en Marlon Telting. Dat zijn de mensen die voor dinsdag 14 juli hun jaardag mogen gaan voorbereiden. En uiteraard ook u, als u een van deze dagen jarig bent, wens ik u een goede voorbereiding toe. Vandaag in Kal Ajor Kal, zoals gebruik, gaan wij u wederom de gelegenheid geven om uw maatschappelijke mening met ons allemaal te delen. De rules and regulations zijn heel erg simpel in deze uitzending. U mag uw mening ventileren. U moet er wel voor zorgen dat u geen mensen beledigt. U moet geen mensen gaan beschuldigen als u geen gegronde bewijzen daarvoor hebt. Omzichtig omgaan met geruchten die u rond uzelf hoort, want geruchten zijn voor mensen die er niet bij waren. En dan mag u over het algemeen wel alles hier zeggen in Rashid Pierkans Kal Ajor Kal. Laat me de koersen aan u doorgeven vandaag. De koersen in ons eigen land, by the way. De Amerikaanse dollar noteert 13 SRD en 75 cent. Dat levert bijna een hartaanval op. Oké, houdt u zelf nog even vast. Dat is voor de aankoop. En voor de verkoop, dat is 14,25. De euro noteert 14 SRD voor de aankoop. En de verkoop is 14,50. Dit zijn onofficiële koersen, let wel. Dit zijn niet de koersen van de centrale bank. Want de koersen die de centrale bank noteert, kan ik u wegzeggen, u moet toch van geluk spreken als u die kunt vinden. Of u moet somewhere down the road een line on a line hebben, die u waarschijnlijk die koersen kunt gaan geven. Maar in geval u dat nu kan vinden, kennen we nog altijd mami en papi uit de jaren 80 en begin jaren 90. Want die zijn wederom in het spel. Ik gooi direct de lijnen voor u open en ik verwelkom uw maatschappelijke mening op het volgende telefoonnummer die u in beeld ziet. En de mensen die luisteren naar de radio, dat is 5320 37 Kal Ajor Kal. Door de jaren heen hebben een heleboel mensen deze uitzending gevolgd. Een heleboel mensen komen, ze gaan, u luistert wanneer u tijd hebt, want u bent niet verplicht. U hebt uw eigen bezigheden uiteraard. Maar ik zeg u dank als u uw tijd neemt om te participeren en ook mede te luisteren naar deze uitzending. Je hebt dan verschillende type mensen. Er zijn mensen die zeggen van, hey, weet je, ik luister en ik kijk graag. Ik hoef niet per se in te bellen.
wil gewoon luisteren wat andere mensen zeggen. Je hebt mensen die dan zeggen van, weet je, ik wil participeren, want ik wil mijn mening delen, niet per se met mij, want ik ben eerder intermediair naar de honderdduizenden mensen die luisteren en kijken naar Klaarjorkel. Dan willen mensen hun mening ook delen, zodat andere mensen hun opvattingen ook kunnen meenemen. Je hebt ook mensen die zeggen van, weet je, ik wil vandaag toch kijken en luisteren. Ik wil weliswaar niet meedoen, maar ik wil even loeren wanneer die man een fout maakt, zodat ik mijn dag heb en me gezellig bezig mee kan houden voor de rest van mijn leven. Ja, die mensen heb je ook, want er zijn verschillende typen mensen die luisteren en kijken naar Klaarjorkel. Maar wie u ook bent, we leven met alles mee en we zorgen ervoor dat we allemaal goed, gezellig doorhuppelen en doorfietsen in Rashid Pirkans Klaarjorkel. Laat me u COVID-19 nieuws geven. U weet, het coronavirus is er nog in de wereld, gaat voorlopig niet weg. Er is geen vaccin ervoor, houdt u daarmee rekening. Farmaceutische fabrikanten zijn druk bezig om een vaccin voor te ontwikkelen, maar die is er vooralsnog nog niet gevonden. Het duurt een hele poos voor men iets gaat kunnen vinden. Want als zou men bij wijze van spreken het idee hebben dat men een vaccin heeft gevonden, dan gaat men dat ook nog in een testfase moeten doen, want je moet weten of dat ding werkt. En na die testfase, hoe lang dat weet ik niet, het kan een paar maanden duren. Na die testfase, als het werkt, dan gaat men over tot het fabriceren, het produceren van die medicamenten. Dat doet weer een poos. Dat doet weer een poos om zoveel miljoenen vaccins te produceren. Daar heb je een fase voor nodig. Daar heb je die andere fase voor nodig van distributie, want dan moet het over de lijnen en de landen heen. En dan moet het na de distributie bij de consument terechtkomen, bij de eventuele mensen die er gebruik van willen maken. Dus die timeline is heel erg lang. Dat is heel erg lang. En wat nog belangrijker in dit spel is mocht er ooit in die productielijn iets uitkomen, dan is altijd de vraagstelling, wie mag er eerst gebruik van maken? Wat je dan gaat krijgen, zijn automatisch maar de rijke landen die geld hebben, die veel geld hebben, dat zijn de West-Europese landen, wat rijke landen in Azië, Zuid-Korea, Japan, deze rijke landen, China onder andere ook, want China is geen arm land meer, China kan je niet categoriseren meer als een arm land, Amerika. Die landen gaan als eerste opkopen voor hun eigen burgers. Denk je dat ze gaan wachten op ons? Want we hebben geen geld. Die gaan als eerste opkopen, want ze willen eerst hun eigen burgers gaan beschermen. En dan komen de arme landen aan bod. En dan hebben die arme landen geen geld. Want die zijn bankrupt states. Zoals die van ons. Wij zijn een bankrupt state. Zijn we. Dan gaan wij totaal afhankelijk zijn van de WHO. Dat is de World Body, de World Health Organization. Die gaat dan een fonds hebben. Want die gaat zeggen help, help, help. Want die arme landen die hebben geen fondsen om die medicamenten te kopen. Dan gaat er een fonds komen, uiteraard van zoveel miljoenen. En dan komt er daarin een verdeelsleutel van welke landen krijgen hoeveel. Dan pas komen wij aan de beurt. Dus je ziet, de wereld is wel niet altijd gelijk. Het is aan de hand van wie eerst volgt in de rij uiteindelijk. Men zegt wel, de mensheid is gelijk. Maar in het dagelijks leven is dat niet waar. In het dagelijks leven is het niet waar. Dus wanneer dat gaat gebeuren, en we hopen dat het gebeurt, we hopen uiteraard dat het gebeurt, dan weet u wat ons ook te wachten staat. In ons eigen land hebben we 227 actieve cases. We hebben 726 mensen die positief getest zijn, by the way. En 481 mensen zijn hersteld. We leggen nadruk op de mensen die hersteld zijn. Dat zijn 481. Jammer genoeg, 18 doden moeten we betreuren. En dat is heel erg veel, hè. U moet zich niet vergissen, 18 doden op een klein land als van ons, want dan mogen we zeggen, ja, met andere ziektes gaan relatief meer mensen dood, maar je hebt 18 doden op ons territorium, dat is relatief veel. Ik condoleer hierbij dan ook de nabestaanden, wensen veel sterkte toe. Er zijn 4 mensen in de intensive care en er zijn, dan heb ik dit verkeerd geschreven, dat wil ik niet lezen, maar er zijn ook een behoorlijk aantal mensen in quarantaine nog steeds opgenomen. Er zijn, by the way, bij Huis Asiana, waar mensen met zeer gerespecteerde leeftijd verblijven, daar zijn 2 personeelsleden positief getest.
En dat is heel gevaarlijk. Waarom het gevaarlijk is? Omdat de mensen die bij Asiana wonen, huis Asiana is een seniorhuis, een bejaardencentra, waar mensen met hoge leeftijden wonen. En we weten dat vanwege dit virus mensen met hoge leeftijden target zijn. Dus het is zeer gewenst dat men wel steekproeven daar gaat nemen. Het is gewenst dat men steekproeven gaat nemen of eventueel de seniorburgers daar wel goed onder controle zijn. Nu we weten dat 2 mensen daar positief zijn getest in een targetgroep. In een targetgroep wordt men direct gehandeld en niet gaan wachten. Goedemorgen, dit is Kalajorkal. U bent in de uitzending. Goedemorgen, meneer Piergan. Goedemorgen. Ja. Vandaag wil ik toch met iets, met een suggestie komen. Want ik hoor zoveel geruis van, dat is net een soort van stoelendans van ministers en dergelijke dingen. Zou deze coalitie, of deze nieuwe regering, niet met iets nieuws komen om een sollicitatie, hoe noem je dat, sollicitatie te plaatsen voor mensen die dan ambitie hebben voor ministerschap, maar zonder portefeuille. En hun, natuurlijk moeten ze hun bagage, ze moeten een goede bagage hebben. Dus al die dingen moeten ze dan hebben. En laat men dan kijken hoeveel mensen dan geïnteresseerd zullen zijn om het land, voor zij die schreeuwen dat ze het land vooruit willen helpen en dit en dat, en dat alles willen doen om het land goed, in een goede vaarwater te brengen. Laten we kijken hoeveel sollicitanten er zullen zijn om ministersposten te ambiëren zonder portefeuille. En natuurlijk zou je dan ook een schatting moeten maken van wat, met wat ze komen en wanneer ze weggaan, wat ze weggaan, dat je dit terug kan nemen. Want dat is, laat ik zeggen, op een oneigenlijke manier vergaat. Laat men dat proberen te doen. Dan ga je zien hoe minder mensen belangstelling hebben om Suriname vooruit te hebben. Dan ga je het ware aard zien van mensen die zeggen, ze willen het land vooruit hebben. Dat is mijn bijdrage. Dank u wel, dank u wel. Dank u wel. Dat is inderdaad de eerste beller voor vandaag. Dat is een heel goede opmerking. Ik vind het een heel mooie bijdrage. Want iedereen schreeuwt, ik wil het land dienen, ik wil het land redden. Pietje, pietje, puh. Niemand heeft geen ongelijk. Laten we zien hoeveel mensen dan wel met de correcte capaciteit, want niet iedereen kan in die rij gaan staan, hoeveel mensen volgens de sollicitatie met de capaciteiten die men wenst in de rij gaan staan om te zeggen, ik wil dat doen. Geen gek idee. Misschien moeten we hier een oproep doen, zodat ze het hier kunnen inleveren, zodat wij, u en ik, het samen kunnen bespreken. Hier samen kunnen bespreken. En dan misschien vrijblijvend overdragen. Maar bedankt, bedankt. Dat is geweldig. Onze eerste beller. Onze eerste beller. We weten ook, dames en heren, dat maandag de verkiezing plaatsvindt van de president en de vicepresident in de Nationale Assemblee. En die verkiezing zal gehouden worden om 10:00 morgens. Dan gaan de DNA-leden hun stem moeten uitbrengen. Let wel, doordat er maar 1 lijst is ingediend voor een president als vicepresident, gaat er minimaal 34 mensen wel aanwezig moeten zijn in de zaal. Want een president en vicepresident worden bij 34 stemmen gekozen, of meer. 34 of meer gekozen. Dus er moeten 34 minimaal in die zaal zijn. We weten dat de coalitiepartners 33 hebben. Dus ze ontbreken 1. Ze ontbreken 1. Het is ook wel bekend dat de BEP reeds een paar weken geleden heeft gezegd dat ze gaan gedogen. Gedogen betekent, luister, ik hoef niet te participeren in de regering, maar ik ga wel meewerken. Dus wij gaan er gevoeglijk van uit, met die uitspraak van de BEP, onder leiding van Ronnie en Sabina, dat hun twee parlementariërs, waaronder hij één zelf is, aanwezig zijn in de zaal. Dus die verkiezing krijgen we maandag. Mocht daar het afgerond zijn op maandag, mocht er een president uitkomen en een vicepresident, dan krijgen we dinsdag 16 juli de inauguratie. Dat betekent dat de presidentiële ketting, of hoe je dat ding noemt, ik weet niet hoe je scherp noemt, die overgedragen gaat worden. En dan krijgen we de formele installatie. Op donderdag krijgen we de formele installatie. Maar tot en met
maandag, tot er geen president gekozen is, is deze regering, mensen maken de fout. Deze regering is een voltakt, 100% en geen 99,9%. Iedere handeling die deze regering verricht, of je het nou eens bent of niet eens bent, is juridisch correct. Dus we moeten ons niet vergissen. Wij kennen dat zogenaamd dimissionair model niet, waarbij we weten er is een verkiezingsuitslag. En op basis van die verkiezingsuitslag ga je er gevoeglijk van uit dat de regering geen handelingen verricht om de inkomende regering te belasten. Wij hebben dat model niet. Ze zijn 100% intact. U bent in de uitzending. Goeiedag. Hallo? Ja, goeiedag. Goedemorgen met Peter. Ja, Peter. U zei daarnet in het begin van het programma dat er twee mensen besmet zijn. Maar naar volgens bekomen informatie zijn er meer dan twee mensen, vier mensen. Oké. Okay. De keuken en het ziekenboek. Laat ze wat aan doen. Het zijn onze ouders. Laat ze meewerken dat die mensen niet ziek worden en dat ze beter worden. Oké. Okay. Dank u wel. Dank u wel. Oké, we nemen deze aanvulling mee. Mijn opmerking ging, en de meneer zegt het is geen twee wat ik heb gezegd, maar het gaat om vier. Al zou het eventueel om zes gaan. Ik wens de mensen die besmet zijn geraakt ook beterschap toe. Maar doordat het in een omgeving heeft plaatsgevonden, waar er oudere mensen in verblijven, ik zeg altijd mensen met gerespecteerde leeftijden in verblijven, wat we weten, dat wetenschappelijk, medisch, het al bewezen is, dat oudere mensen een targetgroep zijn voor deze virus. Ze zijn een targetgroep. Dus doordat we dat weten, en dat was mijn opmerking, doordat we dat weten, moet niet wachten, eventueel steekproeven nemen om te kijken als die oudere mensen, zo je wilt mensen met gerespecteerde leeftijden, gezond en wel zijn. Men moet niet wachten. Men kent de stappenplannen die men moet doen. Het COVID-team heeft intussen al mooie ervaring opgebouwd, laten we dat ook zeggen. Ze hebben al ervaring en in het prille begin ging alles een beetje broeien, maar dat is begrijpelijk. Omdat we allemaal aan moesten wennen, wat moeten we nou precies gaan doen? Want iedereen werd ermee verrast. Nu hebben we wel een klein beetje meer ervaring om te weten wat we gaan doen. En Huis Asiana is een bejaardencentrum waar mensen met hoge leeftijden in verblijven. Dan weet u dat ook. En bedankt voor de aanvulling. Kala Jorkel, live vanuit Paramaribo, iedere woensdag en iedere zaterdag. En deze uitzending bestaat dit jaar 25 jaar. Bestaat deze uitzending al 25 jaar, dat is een hele rit. Oorspronkelijk is deze uitzending begonnen met mijn vader die de presentator was. Vandaar dat deze uitzending vernoemd is geworden naar hem, Rashid. Mijn vader heette Rashid. En vandaar dat deze uitzending na zijn heen gaan. Vernoemd is geworden naar hem, Rashid Pierkans Kal A. Jorkel. Vandaag, u weet dat er, als alles goed verloopt, laat me dat wel zeggen, als alles goed verloopt maandag, want alles wat ik zeg is onder voorbehoud, moet er een nieuwe regering komen, als alles goed verloopt maandag. Maar intussen maken partijen zich wel klaar om hun ministers, kandidaten, te selecteren binnen hun gelederen, binnen hun contrainen, beginnen ze dat te doen. En zo hebben alle partijen dat min of meer al gedaan. Maar een behoorlijk aantal partijen moeten via de structuren, want kijk, iedere politieke partij opereert volgens het verenigingsrecht. Het is geen Wild West in een partij. Hè? Je hebt protocollen, je hebt afspraken, je hebt huishoudelijke reglementen, reglementen XII, waaraan iedere partij zich aan dient te houden. En zo bij wijze van spreken, vandaag houdt de Nationale Partij Suriname haar congres. En dat gaat om 11 uur aanvangen. Dat is pakweg over 40 minuten zal die aanvangen. Waarbij middels de presentatie in hun congres, dat zij de mensen toestemming gaan vragen voor de eventueel gepresenteerde kandidaten. Ze gaan toestemming voor vragen, want zo hoort het, hè. Maar je hoogste orgaan is wat wij noemen je congres. In een ander verband zeggen we is je ALV. Daar gaan ze toestemming voor vragen. En dat gaat vandaag gebeuren rond 11 uur. Zo hoort het. Dan gaat het congres zeggen ja of nee, whatever. Maar opmerkelijk vandaag is dat er ook om 11 uur een kort geding
voorgaat bij de rechter die aangespannen is geworden tegen het bestuur van de NPS, omdat twee personen de mening zijn toegedaan dat het bestuur onrechtmatig aanzit. Ook is men de mening toegedaan dat er op een onrechtmatige wijze president en vicepresidentskandidaten zijn aangewezen door het bestuur. En dat gaat gelijktijdig om 11 uur. Wat de uitslag van het proces zal zijn, moeten we afwachten. En ook wat de uitslag van het congres zal zijn. Maar het congres stopt niet omdat er een kort geding aanhangig is gemaakt. Het congres gaat normaal door. Dit is Kala Jorkel. U bent in de uitzending. Bent u er nog? Oké. Hoogwaarschijnlijk niet. Dan gaan we even doorfietsen. Maar vandaag heeft ook de VHP, de politieke organisatie, de VHP, onder leiding van voorzitter Chan Santokhi, heeft ook haar vergadering vandaag. En hij gaat zijn presentatie houden en dan wel niet voor het congres van hem, maar wel voor het hoofdbestuur, het dagelijks bestuur, aangevuld met DNA-leden, aangevuld met de nieuw aangetreden DNA-leden, gaat hij zijn presentatie doen. Hij zal daar hoogwaarschijnlijk vandaag ook de aspirant-kandidaten voor ministers ook vandaag gaan presenteren. Een van de redenen waarom de VHP haar congres niet bij elkaar roept, is omdat vanwege COVID-19 er een clausule was gesteld dat zover het congres niet bij elkaar kan komen, het dagelijks bestuur het mandaat heeft om het besluit te nemen. Niet het hoofdbestuur, hè, maar het dagelijks bestuur het mandaat heeft om het besluit te nemen. Dus wat hij vandaag doet, om het hoofdbestuur bij te trekken en DNA-leden bij te betrekken, is goodwill om te zeggen, ik betrek jullie ook bij, maar volgens die procedure, binnen hun regels, is het het dagelijks bestuur. Dus dan weet u dat ook. Goedemorgen, u bent in de uitzending. Ja, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, gaat u gang. Ik heb een vraag, een korte vraag. De benoemingen die nu op het laatste moment plaatsvinden. Ik las ook iets vanochtend over een hele alarminstallatie wat voor de mevrouw Ferrier geïnstalleerd moest worden en direct betaald wordt. En een brief van Adin om daar goedkeuring voor te geven en al dit soort zaken. Kunnen die worden teruggetrokken, ook die benoemingen tot met die wurgcontracten tot directeur en weet ik veel. Ik hoor van die meneer van SFF krijgt ook een wurgcontract van 10 jaar en dat soort zaken. Hoe kunnen deze zaken teruggetrokken worden? Oké. En ook de betalingen aan al dit soort, ook die benoemingen van meneer Bova en al dat soort, al die leken die nog in de kast liggen. Okay. Die gronden die worden uitgegeven, de concessies die nu worden uitgegeven, ik snap het niet. Kan dat niet worden teruggetrokken of moet dat weer via de rechter? Oké, dank u wel. Ik begrijp u. De burger heeft veel vragen en maakt zich bezorgd over alles en alle besluiten die de regering nog neemt. 1. Ik heb u gezegd, deze regering is nog 100% intact. Geen 99,9%. Dus dat moet u weten. Het is een regering die nog full-fledged opereert en de bevoegdheid heeft om besluiten te nemen. En uw vraag is, ten aanzien bij wijze van spreken, wat ik ook heb gezien, dat er een alarminstallatie geïnstalleerd moet worden voor de minister van Onderwijs, mevrouw Ferrier. Daarvoor is er een missieve geslagen. Een missieve komt van de hamer van de voorzitter van de Raad van Ministers, en in dit geval is het de heer Adin. En het is rechtsgeldig. Het is geen illegale handeling. Je kan wel zeggen het is maatschappelijk incorrect, maar het is geen illegale handeling. Okay? Wat die gronden aangaat, concessies en alle beschikkingen en alle benoemingen,
Ja, dan gaat men bij de aanvang van het nieuwe kabinet, en dat gaat even een poos duren, een maand of twee, misschien zelf drie, zelf, misschien zelf zes, om alle stukken bij elkaar te halen, om dan te zien of ze juridisch correct zijn. Het moet juridisch correct zijn. En als het juridisch niet correct is, dan kan je binnen die regelgeving die zaken terugdraaien. Maar dat moeten alle stukken eerst bekeken worden. Dus zo uit de vuist kan ik niet zeggen ja, nee, want dat is natte vingerwerk. Wat men vaak wel doet, want dat zijn ook slimme jongens in het ambtelijke, dat ze alles wel sluitend dicht maken, ze spijker alles dicht. Hè? En dat maakt het een klein beetje lastig voor een nieuwe regering. Men gaat eerst alle stukken moeten bestuderen. Dus ik kan u nu niet zeggen van ja, ze worden teruggetrokken. Dat werkt even niet zo, dat kan ook niet zo gaan werken. We zouden de stukken eerst moeten zien. We moeten zeggen van, zijn die procedures gevolgd? Want er zijn procedures bij de uitgifte van gronden. Er zijn procedures bij de uitgifte van concessies. Er zijn procedures bij eventuele benoemingen. Er zijn procedures bij benoemingen van stichtingen, etcetera. Er zijn procedures. Dus al deze zaken zouden onder een vergrootglas gezet moeten worden. En daarna kan je besluiten overnemen. Dus ik kan het nu niet uit de vuist zeggen, ja, oké. We zijn allemaal geschrokken, we schrikken allemaal ervan. Trek het morgen in. Nou, dat kan even niet zo. Ik kan dat ook nog niet aan u zeggen. Wat wel bekend is, onofficieel, want alles is nog onofficieel, want we hebben geen nieuwe regering. Hè? Houdt u dat vast, we hebben geen nieuwe regering. Maar men, wat ik begrijp, dat men een fraudecommissie, zo u wilt, een corruptiecommissie wil gaan installeren om alle eventuele frauduleuze handelingen, zo u wilt, corruptieve handelingen te gaan onderzoeken. Een commissie, houd dat vast, een commissie. Ik ben geen voorstander van een commissie, omdat een commissie installeren met hoeveel mensen je dan ook wil, die hebben geen bevoegdheden. Die kunnen alleen maar vragen, kunt u die stukken voor me sturen? En als ik die stukken niet voor je stuur, dan bekijk je het maar, want je hebt geen bevoegdheden. Men zou eerder een fraudeautoriteit, zo je wilt, een corruptieautoriteit moeten opzetten. Niet speciaal voor nu, maar voor altijd moeten opzetten en intact moeten houden. Die bevoegdheden heeft en zelf invalsbevoegdheden heeft. Die autoriteit gaat niet vragen, die gaat het komen halen. Maar een commissie, dat is drijfzand. Ik zie het als drijfzand. Goedendag, u bent in de uitzending. Hoi, goedemorgen meneer Pierkaan. Goeiedag. U spreekt met Aniel. Ja, Aniel. Ik ondersteun de laatste beller. Omtrent de benoemingen en kwalificaties enzovoorts. En eigenlijk mijn concrete vraag is, eigenlijk zou meneer Fanti van de VHP, de voorzitter, vandaag bij u in de studio moeten zijn. In die zin, want tot nu toe heb ik geen programma van meneer Santoki nog niet gezien. En maandag wordt hij benoemd als president. Dus voordat hij als president wordt benoemd, zal hij het regeerprogramma moeten eerst presenteren. Dat was mijn vraag. Oké, dank u wel. Het is niet correct wat u zegt. Wanneer de regering is aangetreden, dan pas kunnen ze u een regeerprogramma presenteren. Ze zijn geen regering. Het heet regeerprogramma. Wanneer ik ga regeren. Niet letterlijk in de zin van hoe wij regeren begrijpen. Dus hij kan het na maandag doen. Zelfs na donderdag pas. Maar je kan niet iets presenteren en je bent geen regering. Je moet gewoon wachten. Zo is er bijvoorbeeld een transitieteam. En daar heb ik een klein beetje moeite mee. Men moet niet amateuristisch werken. Een transitieteam die gaat praten om zaken over te nemen. Als je bij mij zou komen als transitieteam nu, en ik heb mandaat tot en met donderdag 16 juli, ik jaag je weg. Ik zeg, wie ben je? Wat kom je doen? Er valt toch niks over te dragen. En men verwart zaken door te zeggen transitie. Er is geen sprake van transitie. Na maandag... Wanneer de president en de vicepresident officieel zijn gekozen, dan heb je twee dagen na donderdag toe, dan pas kan die transitieteam inwerken. Maar je gaat transitieteam sturen voor Sam. Wie ben jij? Ik ben jong. Zij kon doen. Die transitie van wat? Werkt niet zo. Ze hebben ook een stel amateurs daar binnen hoor.
Echt waar. Men moet heel omzichtig zijn. Ze hebben goede mensen. Maar men moet voorzichtig zijn met amateurs. U bent in de uitzending. Goeiedag. Ik kan iets vragen. Wat zei u? Goeiedag. Ja, goedemorgen. Bent u er? U kunt praten, hè? Hallo? Ja, u moet praten. Hallo? U moet praten. Meneer Pierkan. Ja. Meneer Pierkan. Ja. U moet... Zijn dat er twee gesprekken zijn? Nee, er zijn geen twee gesprekken. U moet die radio uitdoen en die tv en u moet door die telefoon praten. Want u luistert naar twee zaken tegelijk. U luistert naar uw telefoon en u luistert naar een echo op uw tv of uw radio. Dat is het probleem. Mag ik doorpraten? Ja, nu moet u praten. Blijft u praten. Meneer Pierkan, ik heb een vraag. Bent u van op de hoogte dat er een nieuwe wet is wat de huur aangaat betreft? Bent u daarvan op de hoogte dat als de rechter nu een uitspraak heeft gedaan in een huurzaak, dit niet meer uitvoerbaar is, maar dat de mensen nu naar de huurwet moeten gaan, naar de huurcommissie in de Nassilaan? Bent u daarvan op de hoogte? Is dat uw vraag? Jawel, dat is mijn vraag aan u. Oké, dank u wel. Ik moet dat voor u natrekken. Laat me u dat zeggen. Ik moet er voor u natrekken en ik hoop misschien zelf later op de dag. Even kijken als iemand van mij toevallig luistert. Ik hoop dat wat mensen van mij meeluisteren, zodat ze misschien wat antwoord op kunnen geven. Is er op basis van de vraagstelling van deze beller. Want ik wil geen antwoorden geven over iets dat ik niet weet. Dus ontslaat u mij. Ik zal navraag ervoor doen en als die omroepcabine hiermee kan herinneren en het voor mij opschrijft, dan wil ik de naslagwerk wel voor u doen, maar ik kan u nu geen antwoord op geven. Ik zal het wel even natrekken. De centrale markt, die gaat open maandag 13 juli, op de dag van de verkiezing van de president en de vicepresident, dan gaat de centrale markt weer open. Ik ga er gevolgelijk van uit dat men daar ook die COVID-maatregelen in prijs bent, hoe mensen hun producten uitstallen, hoe mensen hygiënischer blijven, hoe de klanten naar binnen gaan en in welke stappenplan die klanten naar binnen gaan. Dan houdt men die 1,5 meter zoveel als mogelijk, zoals de regels dat voorzeggen. Heeft men speciale stickers op de grond geplakt, stickers, weet je wat, je kan grote stickers plakken. Hè? Om de 1,5 meter zet je hier, zodat mensen weten precies waar ze moeten staan. Weet je? Dus alles kan, want de afgelopen maanden heeft de wereld en een aantal bedrijven hier ook in ons land hebben zich al een beetje min of meer aangepast hoe de klant toch te bedienen in deze tijd. Ik denk dat de centrale markt, de marktmeester, wel bekend ermee is en dat hij wel rekening houdt met de veiligheid. Goedemorgen, u bent in de uitzending. Goedemorgen, meneer Pikan. Ik ben een trouwe luisteraar van u. En ik had een vraag, vorige keer had ik een vraag aan u gesteld en u had een antwoord gegeven met betrekking tot die de junk status van ons. Van Suriname, om zo zeggen, van ons is ook ons, ja, Suriname. Daar waarbij je beslag kan leggen op alle tegoeden van de staat. Ik weet niet of u het misschien bewust niet die informatie wil zeggen, maar tegoeden van, de duidelijkheid ook aan de luisteraars en kijkers mee te geven, is dat wanneer u praat over dingen, tegoeden van de staat, betekent ook de banken volgens mij waar de overheid ook het groot aandeel in hebben. En als ze de banken ook bedoelen, dat betekent ook alle rekeningen, alle valutarekeningen die mogelijk door de particulieren op de bank zitten. En dat gevaar volgens mij ziet men niet aankomen. En een andere vraag is voor u, hè? Meneer Pikan, u bent zo van alles op de hoogte. Ik zie voor u ook een plek weggelegd in de nieuwe regering. Gaat dat gebeuren? Dank u. Dank u wel. Oké, laten we op het eerste nakomen. Kijk, men kan ook beslag leggen op alle tegoeden die de staat buiten de grens van Suriname heeft. Hè? De tegoeden bij de Fed, de tegoeden bij andere banken, zoals de staat heeft ook, de centrale bank heeft ook tegoeden bij de Citibank in Amerika. Dus ook buiten de grens kan men beslag leggen. Maar goed, vooralsnog gaat dat niet gebeuren, omdat men dat voorlopig heeft weten te stuiten. Voor wat die Oppenheimer-lening aangaat, men heeft dat voorlopig weten te stuiten. Dus er is vooralsnog geen sprake daarvan. En ten aanzien van die tweede vraag. Oké.
ik heb u gezegd, wat er ook gaat gebeuren, ik ga hier met u blijven. Ik ga hier met u blijven. Ik heb plezier in deze uitzending. Ik voel me hier goed. Ik voel me met u goed, met alle positieve, minder goede dingen. Whatever happens. Het is 25 jaar, doen het al. Ik voel me hier goed. Dus wat er ook mag gebeuren, ik ga wel hier blijven. Ik ga wel hier blijven, laat me dat zo zeggen. Ik ga deze uitzending niet laten, omdat we zo gewend zijn aan elkaar. We leren van elkaar. Ik heb veel geleerd van mensen. Hè. Je moet weten, alles wat we leren, leer ik van mensen. Alles wat u ook leert, leert u van iemand. Alle fouten die we maken, corrigeren we, doordat we het beter horen van iemand anders. En door goed te luisteren naar andere mensen, ben je ook in staat jezelf te corrigeren. Ben je ook in staat jezelf te corrigeren. En je moet ook open kunnen staan voor correctie. Je moet ook open kunnen staan, want alleen doordat je de eigen correctie aanneemt voor jezelf, kan je jezelf verheffen tot een betere ontwikkeling. Maakt niet uit wie we zijn, maakt niet uit wat we doen. Ook een goede timmerman, bij wijze van spreken, zou ook moeten luisteren naar een andere timmerman die hoogwaarschijnlijk iets beter weet, omdat hij daardoor zichzelf ook kan optrekken. Dus het maakt niet uit in welke discipline het is. Het gaat om het luisteren, het gaat om het willen aanhoren, het gaat om ook, je moet bereid zijn om ook correcties je eigen te maken. Dat moet ook kunnen. Dit is Kul Aan Jorkel. In 2018 hebben een aantal studenten, zo'n 35 studenten, hadden percelen toegewezen gekregen door bemiddeling van de parlementariër, toet-parlementariër Melvin Bouva, nu wederom herkozen Melvin Bouva, en mevrouw Jenny Simons, toen parlementariër. Nu ook parlementariër, maar ze heeft niet meer gekozen om in de DNA-zitting te nemen. En 35 van deze studenten dachten van, weet je, ik heb een bouwkaver ontvangen vanwege bijzondere prestatie, whatever. En de Surinaamse Postspaarbank zou het helpen financieren met hun bouw. Dat is dan ook de afspraak. De percelen zijn eigendom geweest van de Surinaamse Postspaarbank. Eigendom van de Surinaamse Postspaarbank. En op basis daarvan hebben ze die toewijzing gekregen. En op basis daarvan zouden ze een voorfinanciering krijgen om te zeggen, we kunnen iets beginnen. Maar nu, wat blijkt nu? Wat blijkt nu? Dat die 35 mensen er heel slecht van afkomen. Want men is nu naar het GLIS gegaan. Dat is hypotheekkantoor of GLIS waar je documenten gaat halen om te zien over je perceelkaart en de status van je perceel. Dan blijkt dat die 35 percelen bezwaard zijn. Wat betekent bezwaard? Dat betekent dat iets dat je dacht dat van jou is, het blijkt dat iemand anders, een third party, een hypotheek op iets dat je dacht dat van jou is, heeft genomen. Dus die mensen kunnen geen kant meer op. Dus iemand kan alleen een hypotheek erop nemen of er ergens het aan die persoon is gegeven, of er een geschil is geweest met de Surinaamse Postspaarbank en die third party, en die third party vanwege het geschil een soort hypotheekvestiging op heeft gedaan. Maar het komt erop in principe neer dat die 35 mensen van die kant belazerd zijn geworden. Want wanneer er een bezwaring is van iemand anders, kan je geen kant mee op. Je kan gewoon geen kant mee op. Dus mijn vraag nou bij deze, weet u, mensen zijn gewoon gangsters in dit land, hè? In mijn land. Mensen zijn gangsters in mijn land. Ik zou niet zeggen alle mensen. Want dit is gewoon, wanneer je iemand geeft, iets geeft, en in dit geval je geeft studenten iets, met goede bedoelingen, dan ga je alvast eerst kijken dat de terreinen vrij zijn, de terreinen niet bezwaard zijn en de terreinen derhalve geen eigendom zijn van iemand anders. Maar wanneer je van tevoren weet dat die terreinen bezwaard zijn door een third party, dan hou je die mensen straal voor de gek. Dat is oplichting, hè? Dat noem ik oplichting. Dus die mensen die deze handelingen hebben verricht, niet de man die hypotheek op heeft genomen, nee, de persoon die het heeft gegeven, die moet ik aanmerken als een oplichter. Want je geeft iemand iets, hoogwaarschijnlijk wetende, want je dient het te weten, want je bent een professionele instelling,
dat je iets geeft dat bezwaard is. Is ongelooflijk. Wat men doet in mijn land, niet nu hoor, hou dit ook vast. Grond, concessie, grond is een nachtmerrie in dit land. Altijd geweest, een nachtmerrie in mijn land. Je hebt mensen die 's morgens wakker worden in mijn land. En gewoon hun werk is, hoe ga ik dat systeem bedriegen? Hoe ga ik dit systeem juridisch correct bedriegen? Hè? Want ze zijn wreed slim, geloof me. Ik weet nog 90% niet van die trucjes. Ik hoor bits en bytes hier en daar, dan kan ik het een beetje vertellen. Het is ongelooflijk. Maar je kan iets doen. Als je goed hart hebt, je wil een goede president zijn, je mag me geloven, je kan iets doen. Want het zijn mensen maken regels en het zijn mensen die regels kunnen veranderen. Zo simpel ligt het. Ik ben straks weer terug met meer Kalajorkel. Dames en luisteraars, welkom terug tot Rashid Pirkans Kul Ajorkel. Dit is de aflevering voor zaterdag 11 juli 2020. Mijn naam is Farid Pirkan. Ik presenteer u deze uitzending. Ik groet ook alle mensen in Nederland. Voornamelijk Nederland, want daar hebben we er een paar honderden, duizenden Surinamers wonen. Die nu kijken naar Kul Ajorkel. Ik kreeg net wat berichten van mensen uit Nederland. Wanneer is de break, keek ik even naar mijn apps. Ik groet ook mijn neef Sunil, die kijkt ook. En mijn oom, Eddie Sumer, die kijkt ook. Hoogwaarschijnlijk kijkt mijn familie Amsalve. Amsalve kijken ze op zich met mij bezig te houden, hoogwaarschijnlijk. Maar goed, ik groet jullie allemaal. We zijn ook op Facebook te zien. Op Alpha Channel Suriname Facebook. En deze uitzending is ook live op YouTube. De Nationale Assemblée. De nieuwe Nationale Assemblée. Die heeft die burgerlijke uitzonderingswet heeft ze met 1 maand verlengd. En deze burgerlijke uitzonderingswet zou vervallen op 9 juli. Op 9 juli. En ze hebben met 40 stemmen deze wet verlengd voor 1 maand. De regering, onder leiding van president Boutersen en Ashwin Adine, die wilde graag een verlenging van 3 maanden. De meerderheid in het parlement, die zag het anders in. Die is van mening toegedaan van we gaan het 1 maand doen. En binnen die 1 maand, wanneer men hoopt dat die nieuwe regering is aangetreden, dat men een evaluatie doet en dan van daaruit verdere besluiten gaat nemen. En deze vergadering werd geleid door DNA-voorzitter Ronnie Brunswijk. Kul Ajorkel, live vanuit Paramaribo, Suriname. Nog heel aardig dat u erbij bent en luistert. U zult wel gehoord hebben, het is al weken in het nieuws, dat Suriname een schuld had genomen, althans obligaties had uitgezet, via een organisatie die heet Oppenheimer. Oppenheimer is een soort beleggingsinstituut. Wanneer je zegt, jongens, ik wil dat mensen me geld lenen, dan gaan ze op zoek naar mensen die zeggen van oké, ik wil je geld geven tegen zoveel rente. Zo moet je het ongeveer zien. En daarvoor waren er obligaties uitgezet. Oké, laten we deze bellen. Ik ga het verhaal straks apart uitleggen, zodat ik dan niet hoef te stoppen. Anders wordt het een beetje lastig. U bent in de uitzending. Goedemorgen. Meneer Pikan, u hebt net een mededeling gedaan met betrekking tot het bezwaar dat de hypotheek die gevestigd is op het perceel die eigenlijk beloofd is aan de studenten. Wat ik hier zeg, op zich hoeft dat nog geen ramp te zijn. Dat is als volgt. Als de hypotheek bij het belangrijkste is wat bekeken moet worden, hoe groot het bedrag is dat de hypotheek gevestigd is op het terrein. En als er al individuele kaarten zijn, dat betekent dat het is al verdeeld, dan kan er bij wijze van spreken, bij elke deeltransactie, kan er een deelroyement aangevraagd worden. Stel dat ik betaal voor mijn kavel nummer 5, dan kan de bank aangeven welk bedrag gestort moet worden, om dan dat deel te royeren. Dus er kan altijd een deeltransactie, want vaak genoeg hoort men, als men percelen koopt, denk men van, hé, er zit een hypotheek erop. Nee, het maakt niet uit als er een hypotheek erop gevestigd is. De vraag is, hoe groot is dat bedrag? En dat doet de notaris doet dan inzage bij de bank van, hoe groot is dat bedrag? Dat betekent, de notaris gaat transporteren vrij van beslagen en bezwaren.
Dat betekent dat als de bank zegt van ik heb nog 5 gulden erop, de perceel kost 10 gulden, dan weet de notaris, hij moet 5 gulden aan de bank geven en de 5 gulden gaat naar de andere 5 gulden gaat naar de koper. Dus op zich dat het bezwaard is, want ik neem aan dat als die percelen ook vrij waren, als ze vrij waren kon ieder andere, als, vooral als het om grondje gaat, kan ieder andere persoon ze aanvragen. Maar als ze nu in collectief verband bijvoorbeeld bezwaard zijn door zeg maar de bank of door een andere derde persoon die zegt van die blijkbaar het terrein beschikbaar heeft gesteld bij naam noemen van de heer Bouva, die dan die kavers weer onder gaat verdelen, want iemand heeft, dan zeg ik van luister, ik ga je het kaverterrein niet zomaar vrijgeven. Ik zeg, er zit 50.000 kost dat terrein. En dan vraagt degene bij de bank, als degene die betaald is, of degene die al betaald heeft, of als degene zijn hypotheek is gehonoreerd is door de bank, dan kan hij een deelroyement aanvragen en dan wordt dat perceel vrijgegeven. En op zich is dat een veilige manier ook hoor. Oké. Okay, ieder kan het aanvragen. Ja, maar nu even mijn vraag. Ik bedank u voor deze aanvulling. Mijn vraag. Je kan het afkopen in principe, daarop komt het op neer. Maar wie moet ervoor betalen? Moeten die arme studenten ervoor betalen of moet de gever? De vraag is, zou het gratis aan de studenten gegeven worden? Ja, ja. Dat is de vraag. Ja, ja, gratis. Gratis aan de studenten gegeven worden? Ja, ja. Als ze gratis gegeven worden, dan is het een probleem, ja. Nee, die studenten hebben het al gehad. Die studenten zouden nu beginnen. Ze hebben het in 2018 gehad. Ze hebben de beschikking alles hebben gehad al. Nee, toen ze nog in operatie wilden gaan, dat begrijp ik uit de berichten, hebben ze gezien het is bezwaard. Want ze hadden geen ervaring ermee. Nu hebben ze gezien het is bezwaard. En als je zegt het is bezwaard, dan kan ik begrijpen. Je kan het afkopen, dat kan. Een schuld kan ik afkopen. Maar wie moet er nou voor betalen? Nee, maar is dat wat ze afgegeven hebben aan de... Stonden ze al op naam van, dat betekent dat de beschikking nog niet uit was. Want als ze al op naam waren van de studenten, van diegene die het, dan kan niemand anders het bezwaren. Oké, dat is mij niet bekend, maar het was in een collectief verband gedaan. In collectief verband. Dat begrijp ik voorlopig. Ja, ja. Maar belangrijk is in deze, als hij bezwaard is, kan je hem afkopen, dat weet ik. Zou dat collectief moeten gebeuren of individueel? Dat kan ook, maar de vraag is, wie gaat ervoor betalen? Kijk, de ding is, als degene die bijvoorbeeld nu, ik neem aan, als die dingen daadwerkelijk al op hun naam, dat betekent dat de goedkeuring van de overheid, van de minister, al binnen is, en ze hebben dan, bij wijze van spreken, al de overdracht gedaan bij de koper, dan kan niemand het anders bezwaren, dat is er gefraudeerd. Maar dat betekent dat zij een bereidsverklaring gehad hebben en ze hebben nog niet de beschikking van de minister gekregen. Want als ze de beschikkingen aan de hebben en de overdracht is bij de notaris die is plaatsgevonden naar hun naam toe, dan kan niemand anders het bezwaar, dan is er gefraudeerd. Oké, dank u wel. Laten we kijken hoe het afloopt en laten we kijken welke nadere informatie we kunnen vinden hieromtrent. Oké, dank u. Ja, u ook. U ook. Kijk, als er een schuld is, een bezwaring, we kennen dat, maar we moeten weer weten wat deze meneer zegt. We bedanken hem overigens voor de aanvulling en de verrijking. Je kan een hypotheek, je kan het afkopen als het bezwaard is door een bank of individu, kan je betalen. Maar we moeten kijken inderdaad van hoe deze stukken in elkaar zitten. Belangrijk is dat die studenten nou wel even zijn geschrokken. Vandaar dat ik het naar voren heb gebracht. Maar we moeten de details inderdaad gaan navragen, zoals deze meneer het zegt. Kala Jorkel, de parlementariër Claudia Sampaio, en die is van de NDP, die heeft gewacht gemaakt in de Nationale Assemblée dat aan onze oostgrens daar er nog steeds sprake is van een enorme Wild West bij de oversteek tussen Albina en Frans-Guyana. Hoewel dat gebied wordt gezien als een red zone, met andere woorden, daar zitten targetgroepen erin die mogelijk besmet kunnen worden door het coronavirus, zegt ze dat er sprake is van een Wild West. Ze vraagt dat de autoriteiten strakkere maatregelen treffen en het gaat voornamelijk tegen de taxihouders en de boothouders. Maar tegelijkertijd vraagt ze ook dat de mensen die werkloos zijn geworden door deze omstandigheden, dat die mensen dan ook financieel gecompenseerd worden. U bent in de uitzending. Goedemorgen. Goedemorgen, Farid. Goedemorgen. Gaat u gaan? Je had het net daarover, over de beleggingen van de mensen bij Oppenheimer. Ga je gang. Normaal is Oppenheimer heel strak, laat ik het zo zeggen. Als iemand een lening heeft genomen en die kan het niet aflossen,
worden ze voor het gerecht gesleept. In dit geval zijn de beleggers zo goed geweest om Suriname vrije uitstel te verlenen voor betaling. Kan het zo zijn dat we ons eigen geld, onze kassareserve, hebben geleend via Oppenheimer? Gaat u gang, dat, als u klaar bent. Maakt uw verhaal af. Ja, want ik vind, normaal is men zo keihard met de leningen. En dit keer is het zo geweest dat men heel makkelijk is gegaan om in feite uitstel te verlenen. Oké, ik begrijp waar u naartoe gaat. Daarom zat ik er even mee. Ik had nog iets anders. Hiernaar... Een vraagje, ik weet niet of jij het misschien weet, maar de ministers hebben het WK gehad. En nu is er een schaarste aan SRD. Weet je misschien of die gelden gestort zijn, of hebben de minister het cash gehad in een zak? Oké, dank u wel. Wat het laatste aan gaat, financiële vergoedingen worden hier al gedaan. Oké, prima. Dus dat gaat niet cash. Hallo, kom bij de kassier en hier heb je geld. Nee, dat zijn hier alle transacties. Ten aanzien van die Oppenheimer, kijk. Oppenheimer is een beleggingsinstituut. Het is een organisatie waar je zegt van, hey jongens, ik ben op zoek naar mensen die mij geld willen lenen. Ja? En kun jij voor mij gaan zoeken? Maar dan uiteraard, als het zo, ik probeer het makkelijk uit te leggen, hè, en niet al te ingewikkeld te doen. Oké? Want als we ingewikkeld gaan uitleggen, dan waarschijnlijk begrijp ik mezelf ook niet. Dat is weer niet de bedoeling. Dus die overheid heeft gezegd tegen Oppenheimer, ik heb geld nodig. Oppenheimer zegt, oké, je bent een government. Je bent een government, ik ga geld voor je zoeken. En dan zijn ze op hun markt, dat noemen ze de kapitaalmarkt. Dat is die grote wereld. Is geen club dat je in een 4x4 wint. Ze hebben hun kanalen en ze zeggen, er is een country called Suriname in Zuid-Amerika. En die mannen zoeken zoveel. En tegenover wat jij gaat lenen, krijg je zoveel terug. Je gaat rente krijgen. Het is dan bij een bank, je gaat rente krijgen. En dan zegt die belegger, die man die zegt, oké, ik wil meedoen. Ja, hoeveel krijg ik? Want daar kijken ze naar. Dus die mannen krijgen dan, in dit geval hebben ze gekregen 8. Nee, even kijken, hoeveel hebben ze weer gekregen? 12.8%. 12.875% hebben ze gekregen aan rente. En dat is veel, omdat de wereld geeft nu 0,0%. De wereld geeft geen rente. Dus 12 punt zoveel is verdomd veel. Wat gebeurt er? Ze komen terug en dan zeggen ze tegen die overheid, ik heb geld voor je gevonden, dit is de rente die je gaat betalen. De overheid zegt daar tegenover, ik heb collateral voor je, want die man wil dekking. Hè? Ze zijn niet gek in hun hoofd, zijn ze gek. Dus uiteindelijk krijg je geld. Maar je moet betalen. Dat ding is net als je bij de bank gaat. Zo moet je het zien. Je gaat bij de bank. En in pay. En dan nou in op pay. Ja, maar dat keer. We hebben afgesproken. Op 1 juli moet je betalen. Op 1 oktober moet je betalen. Op 1 december moet je betalen. En de afspraken zijn dan vastgelegd. Hoeveel je moet betalen en in welke fase. Het is vastgelegd. Het is geen borrelafspraak. En nu moet Suriname betalen. Ik dacht, rond juni, dacht ik, begin juni moesten ze betalen. En ons land kon niet betalen. Want moni no bedde. Dus die zeggen die mannen heel erg, nou, van waka ino pai, zei psa. Ik betaal het geld op mijn manier. We weten dat er een nieuwe regering aankomt. En die nieuwe regering zegt van, hoewel ze niet officieel zit. Maar de wereld straalt al vertrouwen uit in de aankomende regering, zeggen ze tegen het instituut. Uno kan met quattro deal. Kunnen we niet een andere deal maken? We noemen dat een herprofilering, zo je wilt, een herschikking, hoe je het ook wil gaan noemen. Uno kan zo'n deal. Maar met door, kom. Maar zit kom. Dus omdat er een stukje vertrouwen is, dan hebben die mensen gezegd, oké, weet je wat? Ik ga je uitstel geven. En ze hebben gezegd december of zelfs tot 1 juni 2021. Maar de man moet ja uitstel, maar begin paar jaar rente. Maar de man is lauw.
Hier de man nou lauw. Bingi pay mijn rente, want Suriname moest betalen. Dacht ik 23 miljoen moesten ze direct aflossen van een 125 miljoen. Dat is veel geld, heel veel geld. Moesten ze 23 miljoen betalen, dat is aflossing plus rente. Je zou maar takkie, hier, liba aflossing, liba belegging money, inleg, liba inleg, maar begin pay mijn rente. Betaal me wel die rente, dus dan maar toch 9 miljoen. Dat moet je betalen, anders krijg je die deal niet. Maar je inleggeld, daar hoef je nog niet te betalen. Daar hebben je zuurstof voor gegeven, zuurstof. Nu zijn ze 9 miljoen gaan ophoesten. Van waar ze het hebben opgehoest, is mij niet bekend. Maar ik ga van scenario's uit. Om in een auto. Die banken zouden in problemen komen, onder andere, en de staat. Dus ze hebben hoogwaarschijnlijk, die banken gezegd, jongens, kunnen we geen 9 miljoen krabben her en der? Kunnen we niet krabben, dat is één model. No. Dus ze hebben het van ergens gehaald. Of ze hebben een geldschieter gehad. Een lokale geldschieter, dat kan ook. Je kan een paar local boys hebben, die dan zeggen, met begin je money, maar je geeft rente toe. Je geeft rente toe. Dus ergens is er hier een deal gemaakt. Een local deal. Of het is met de banken gemaakt, in samenspraak met de centrale bank, of er zijn lokale boys ingekomen. Oké. Waarom denk je, wat zijn Surinamers mogelijkheden? Er zijn weinig mogelijkheden in de wereld. Er zijn niet 10.000. Dan maak ik de man tegen je lauw staan. Oké. Want geld komt niet gratis. Geld komt niet gratis. Geld heeft een prijs. Dus, wat zijn die opties? Een aankomende regering moet zoveel miljoen straks gaan betalen in december. Laten we van uitgaan december in Bingimpai. Tussen augustus, of laten we zeggen volgende week en december, ben je van money. Money not de, tjar no fin money. Maar dan gaan we een tijdje lauw staan. Dus volgende week en december, ben je van money. Er zijn opties, maar dan heeft de wereld opties voor je. Opties. Wat zijn opties? Opties, je gaat een andere lening zoeken tegen een lagere rente om deze lening te betalen. Met andere woorden, je gaat zoeken een fonds. Je leent me 23 miljoen tegen 4%. Dan heb je niet dat, want je doet 4%. Dan heb je bij jou 12%. Dat zijn mogelijkheden. Een andere mogelijkheid is dat Holland tegen je zegt, want we gaan altijd terug naar het moederland, naar de ex-kolonisator, gaan we altijd terug. En Holland kan tegen je zeggen, oké jongens, ik heb hier een zak geld voor jullie. Ik heb hier 200 miljoen, ik geef maar een voorbeeld, ik heb 200 miljoen, maar ik ga jullie niet geven, want jullie zijn ondeugende kinderen. Want jullie gaan slecht om met geld. Weet je wat ik ga doen? Ik ga parkeren bij IMF, International Monetary Fund. Ga hem daar halen. Dus nu ga jij naar IMF. Dan gaat IMF zeggen, oké, welkom jongens, you're back. Jullie zijn weer terug. Weet je nog? We waren al daar, hè? Met hoefdraad. Oh, jullie zijn weer terug. Oké, ik wil je geven, lage rente, want IMF geeft lage rente, maar dit zijn wel mijn regels. Je moet je aan die voorwaarden houden. En daar gaat die pen in komen. Dus, alles is mogelijk, maar alles heeft een prijs. Oké, we gaan weer die lijn opengooien. Ik dacht, laat me dit verhaal openmaken. Oké? We kunnen die telefoonlijnen weer opengooien, boys. Dat is Zagres, dankjewel. Dus je gaat goedkoop geld ergens zoeken om het duur geld af te betalen. En goedkoop geld kan je vinden bij de World Bank. Je kan het bij IDB vinden. Je kan het bij IMF vinden. Maar er zijn wel voorwaarden. Want het heeft een prijs. Men gaat je niet komen maar zeggen, oh, omdat je een nieuwe regering bent, nou, oké. Ik hou van je, weet je. No. Niemand houdt van je. Het heeft een prijs. En de vraag is, op basis van die voorwaarden, ga je het willen accepteren? Op basis van voorwaarden. Want Suriname, mijn land, is een bankrupt state. Ik noem het een bankrupt state. Je ziet uw goten, uw gaten, uw kanalen, niks kan. Is een bankrupt state. Er gaat een hervormingsprogramma moeten komen. Men noemt het hervorming. Ik noem het een structureel aanpassingsprogramma gaat moeten komen. Goedemorgen, u bent in de uitzending. Meneer Farid van Harte, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe gaat het met u? Goed, dank u wel. Prachtig. Ik zou zeggen, God zegen aan u en de uwen en God zegen aan heet Suriname de hele wereld. Zelf dan. En dat is
Dat is mijn inleiden en dan ga ik verder. Meneer Farid, als men zegt dat er geen geld is in het land. Mijn commissarissen kregen een verhoging van niet 10%, maar 100%. Dan vraag ik mezelf af. Van die 7.000 worden nu 15.000. Van waar kwam dat geld? Dan vraag ik mezelf, van is er toch voldoende geld in het land? Punt 2, vraag ik mezelf af. Van, maar ja, dit is vrijblijvend hoor. Kijk, we kregen een nieuwe regering. Ik ben niet over de huidige regering. Die tot heden zit. Ik heb het over de nieuwe regering. Dan vraag ik mezelf af van, maar dit is gewoon vrijblijvend. Zouden de assembleeleden en de minister, die toch een goede salaris hebben, ik noem het geen schadeloosstelling, ik noem het een salaris, ik noem het een loon. Wanneer die van schadeloosstelling, die ga ik niet akkoord mee. Je werkt en je verdient een loon. Zouden ze van hun, wat ze menen met de samenleving en de samenleving menen met hun, ze komen aan de macht, zouden ze van hun salaris niet. Ik zeg het nogmaals, vrijblijvend. Zo is van hun salaris, zoals de assembleeleden, Sarie Verhelle en de minister, niet 25% kunnen inleveren, zodat de mensen, de AOV'ers, een betere onderstand kunnen genieten. Want die 25% komen die mensen niet uit. Maar dat is helemaal vrijblijvend, hoor. Dat is helemaal vrijblijvend. Ten aanzien vroeg ik mij verleden over dat ding van de beleggingen. Ik kreeg 600 per maand. En plotseling is het gedropt tot 400. Men trekt 200 eraf. Dan vraag ik, ik vind het gewoon nonsenserij. Maar de reden daarvan is, men zegt aan mij, er is geen geld, de banken hebben geen geld. Moet ik eronder lijden dan? Dat was het zo een beetje, meneer Farid. Heel hartelijk dank. En bedankt voor het gelegenheid mij geboden. Oké, dankjewel. Dit is Rachid Pirkans Kalajorkal. Volgens mij moest ik parlementariër zijn geworden, zodat ik u op alles een antwoord kon geven. Maar dat ben ik jammer genoeg niet. En dat wil ik ook even niet worden. Want mensen stellen mij die vragen. Wat ik verwelkom, omdat ik wat ik weet, kan ik u zeggen. Wat ik niet weet, kan ik u niet zeggen. En dan doe ik altijd navraag ervoor. Maar ten aanzien van het inleveren, dat hoor ik al 1 jaar, 2 jaar, 3 jaar, 4 jaar in deze uitzending. 25%, 10% van de loon inleveren, al is er 50%. Kijk, dat gaat een maatschappelijk gebaar zijn naar die samenleving. Wat ik verwacht dat ook wel moet gebeuren. Maar je moet het in het grotere plaatje zien. Hoeveel is die 25%? Wat is die volume van het inleveren van 25%? Als de volume marginaal is, dan is het een maatschappelijk gebaar. Is een gebaar, oké? Maar het gaat op die hele begroting om je diensten te bekostigen. Om je diensten te bekostigen gaat het niet zoveel uitmaken. Maar het hangt van de volume van het bedrag. He? En het gaat wel een gebaar zijn naar die samenleving. Want de overheid heeft veel meer nodig dan alleen AOV betalen, om kinderbijslag te betalen, we moeten wegen maken, we moeten scholen maken, we moeten voor licht zorgen, we moeten voor water. Die overheid heeft veel meer nodig. Maar ik begrijp de gevoelens van de burger, maar het gaat een gebaar zijn. Maar aan de hand van de volume gaat het niet veel uitmaken op die grote begroting waarvoor veel meer geld nodig is. U bent in de uitzending. Ja, goedemorgen meneer Farid. Goedemorgen. Meneer Farid, ik had woensdag gebeld en toen had ik gezegd dat meneer Ronnie Brunswijk geschiedenis zou schrijven als de eerste DNA-kandidaat die alleen maar een vergadering heeft afgesloten en nooit heeft geopend. Maar Milasatori. Ja, Ilasi. Milasatori helemaal. Met fristerie. Oké, meneer Farid, ik ga. Ik ben al mijn laatste punten gaan eindigen met een vraag aan u. Meneer Santoki heeft beloofd. Zijn regeerteam gaat onderworpen worden aan een antecedente onderzoek. Nu lees ik een naam. Ik heb al zo'n ding weer lees. Niks is officieel trouwens, meneer Santoki. Dat zolang hij in het takking is het fake. Oké, maar laten we het algemeen. Als een ministerskandidaat in 2010, uitgaande van een antecedente onderzoek,
was afgewezen door de toenmalige president Bouterse. Wat voor zin heeft het om diezelfde persoon, nu 10 jaren na 2010, weer te onderwerpen aan een antecedentenonderzoek? Want tot in hoeverre ik het weet, is een geldig antecedentenonderzoek, vanaf het moment dat je dat onderzoek hebt verricht, het is geldig tot je dood. Een kleine reactie van u, alstublieft. Dat was het. Doei. Oké, ik weet niet op basis waarvan president Bouters is afgewezen. Ik weet dat niet. Dus dat laat ik voor u, want hoogwaarschijnlijk weet u dat wel, maar dat weet ik niet. Maar iedereen die een ambtsdrager wenst te worden, dan stuurt men de namen voor de procureur-generaal. Omdat de vervolging en onderzoek zit niet bij mij, zit niet bij de uitvoering, zit niet bij de wetgeving, het zit bij de PG. Dus de PG krijgt een aantal namen en dan gaat hij eens een computer kijken. Tik. Heeft die man een crime gedaan? Heeft die persoon een vonnis op zijn naam? En dan gaat hij een verslag maken. Gaat hij een verslag maken en dat gaat hij zeer confidentieel sturen. Confidentieel sturen naar de mensen die het verzoek hebben gedaan. Dus dat komt niet in de publiciteit. Dat gaat confidentieel. En er kan van alles in staan. Er kan staan, deze meneer heeft in de gevangenis gezeten vanwege autodiefstal. Deze meneer of mevrouw heeft een vonnis op naam vanwege oplichting, vanwege wanbetaling. Maar er kan ook een zin komen vanwege onmaatschappelijk gedrag. Bij wijze van spreken, die persoon was dronken en heeft de boel kapot geslagen. Maar er heeft geen vervolging plaatsgevonden, maar er is wel aangifte voor gedaan. Maar de vervolging is niet doorgegaan. En zo wordt er een staat gemaakt. En op basis van die staat die de indieners kregen, neemt men een besluit. En dan natuurlijk van hun invalshoek nemen ze een besluit. Ik ga er gevoeglijk van uit dat tenminste de aankomende president Santokki, die eens heeft gepropageerd zero tolerance, dat hij wel ten aanzien van zijn kandidaten heel scherp gaat zijn wat dat aangaat. Maar dat is een antecedentenonderzoek. Iedereen bekijkt het van hun invalshoek. Maar als er een crime is gedaan, een delict, een vonnis, dan mag je jezelf even direct afschrijven. Dan mag je wel, maar je moet maatschappelijk ook goed gedrag hebben. Je hoeft niet, ik vind, je hoeft niet per se een vonnis te hebben. Maar als je een notoire alcoholist bent, ja, je hangt 48 uur in een bar. Je misdraagt je in die samenleving. Je houdt je niet aan de maatschappelijke regels. Dat zijn ook redenen om te zeggen, jou moet ik niet hebben. In Amerika, bij wijze van spreken, geef ik maar een voorbeeld. Een behoorlijk aantal jaren geleden weliswaar, zou iemand de minister van Justitie worden in Amerika, van Justitie. Maar wat bleek bij het onderzoek? De persoon had op zichzelf geen vonnis, maar de persoon had 2 jaren lang een illegale Mexicaanse als dienstvrouw bij haar. Een illegale Mexicaanse als dienstvrouw. Ze is niet gepasseerd. Eentje zou een keer minister van Defensie worden in Amerika, waarom die man gesignaleerd is een keer, omdat hij alcohol nuttigde, alcohol, hij is het niet geworden. Hè? Dus ieder land heeft zijn eigen standaard. Goedemorgen, u bent in de uitzending. Goedemorgen, hoe gaat het met u? Goed, dank u wel. Meneer Pekan, men hamert al door, er is geen geld. Mami Gado. Had Santokki niet gezegd voor de verkiezingen. Als hij aan de macht komt, dat hij de gelden die gestolen zijn, dat hij ze terug gaat halen. Maar meneer Santokki is toch niet dan aan de... Dan moet hij dat doen. Hij is toch niet aan de macht. Meneer, waar woont u? Oké, daar zitten we gewoon te wachten. Ja, u moet wachten. Oké. Dan moet u die vraag deponeren. Abom, dan kan ik dat doen. Ja, want in omdaan zit dat pokoen op leid eten. Okay. Ah, boom, dankjewel. We moeten niet voorbarig zijn. Santokki zit toch niet op die stoel. Hallo, goedemorgen. Ik begrijp, ik kan niet dansen. Dat pokoen op play, maar je dansen. Rokoso. Geef die man de tijd als hij wordt gekozen. Wacht tot maandag. Je moet hem een inloopfase geven van zeker 30 days. Moet je hem een inloopfase geven. Of in sommige gevallen ook ietsje langer. Want dat is ook 10 jaar aan het dak van je vader.
Ik dacht wie alsof je Luca dak is je alle de paal hangen. Alle de paal hangen. Toch? En dat je na money, maar is keer, maar dat ook vadong. Zij bodu. Je begint scramble, je begint potwa palja, dat is nog van, je potwa palja, maar je noemt me kan je dak. Maar je begint pot steunpilaren, dat je even erdoor heen kan. Goedemorgen, u bent in de uitzending. Goedemorgen, meneer Farid. Goedemorgen. Hoe is het met u? Goed, dank u wel. Dank u wel. Oh, goed eens luisteren, meneer. Ik luister hoor, ik luister. Weinig bankbiljetten omloop. Waar ligt die fout? Eén. Die banken hebben gewijzigde openingstijden. Dus u en ik en alle aan de winkel, dus kunnen niet gaan storten bij de bank. Alleen grote bedrijven die een nachtkluissleutel hebben, die kunnen dat wel doen. Dat is dat hele ding. Dus wat moet men doen? Die banken gewoon normaal of een ander werktijd zoeken. Dat op onszelf zelfs toch. Dat denk ik. Oké, dank u wel. Een fijne dag voor je. Ik blijf. Dank u wel. Kijk, mensen, wij allemaal willen naar een normale situatie gaan. Maar dat kan niet. Normale situatie is een gepasseerd station in ons leven. Vergelijk uw leven van vandaag met december vorig jaar. U kunt niet naar een huisfeest. U kunt niet naar een rouwzitting. U kunt niet naar whatever. Ons leven is niet normaal. En zo past het bedrijfsleven is ook nog steeds zoekende naar wat wij noemen het nieuw normaal. Iedereen zoekt zijn weg nog. En zo ook de banken zoeken hun weg nog, wat hun openings- en dienstverleningfaciliteiten aangaat. Ook wij zoeken ons weg nog, ook als we een NKB-bedrijf. We zoeken nog steeds onze weg. En gaandeweg vinden we het, tot wat we gaan noemen, het nieuw normaal. Maar het wordt niet meer normaal. Ik ga niet meer in een bangelijk voor. Ik ga nog maar ik ga vergitatori. En ook kong. Oké? Dus we moeten wennen. En we moeten breed veel geduld betrachten. En soms werkt het inderdaad tot irritatie. Het werkt inderdaad tot irritatie. Omdat je vraagt je af van, vroeger kon ik naar die bank. En ik was binnen 30 minuten in en uit. Ik was weg. En nu moet ik naar die bank. En dan moet ik 4 uren wachten. 2 uren, 1,5 uur. Ze kunnen soms gewoon niks doen. Het kan gewoon soms niet. We gaan moeten wennen aan het nieuw normaal leven. Maar laat me u... Kunnen we de gesprekken even aanhouden? Laat het. Ik ga het even lezen. Maar als er een beller komt, blokken we hem even. Kijk er dan eens van schaarste aan geld. Oké, schaarste aan. Ik ben het ook gaan vragen. Want ik weet het niet, dus ik ga het vragen. En officieel ga je heel weinig horen. Maar ik gebruik andere lijnen om het te horen, om het aan u te vertellen. En dan ga ik het lezen wat mijn lijn mij heeft gezegd. En je moet één ding weten. Wanneer ik u vertel, vertel ik u wat ik goed heb gehoord. Dat ga ik lezen. En ik vroeg, waar komt die geldschaarste vandaan? Waar komt die geldschaarste vandaan? Want dat vraagt iedereen. Oké. Er heeft een massieve geldcreatie giraal plaatsgevonden. Dus meer SRD-liquiditeiten. Met andere woorden, wat het betekent in simpel Nederlands. De Centrale Bank van Suriname heeft miljoenen monetair gefinancierd. Maar het zit in de girale sfeer, in virtueel geld. Dus geen geld dat u in handen houdt. Hè? Het zit in virtuele sfeer. Wat betekent dat? Als ik geld wil overmaken naar een bedrijf, dan doe ik dat bank to bank of company to company via die bank, maar het is geen baar geld. Oké? Dat is giraal geld. Aangezien we cash economie zijn, wordt er vanuit de gecreëerde SRD-liquiditeiten vraag naar cash SRD uitgeoefend. Cash SRD verhoudingsgewijs niet in dezelfde mate toegenomen. Dus er is een discrepantie ontstaan tussen dat giraal verkeer en dat cash verkeer. Oké? Ik probeer het ook te begrijpen.
Ik heb apart gepraat om het te begrijpen. Maar er is een discrepantie ontstaan tussen de hoeveelheid giraal dat gepompt is. Want centrale bank pompen money, maar aan een blad, aan een papira, lucht, giraal. De man pompen money. Miljoenen de man pompen money. Daarom ontwaart je geld. De dollar ontwaart niet. Je SRD ontwaart. Dat moet u vasthouden. Dus nogmaals, cash SRD verhoudingsgewijs niet in dezelfde mate toegenomen. Leidende tot disbalans tussen totale SRD geldhoeveelheid en SRD cash in circulatie. Wat nog het erger heeft gemaakt is COVID-19. En hoe heeft COVID-19 het erger gemaakt? Mensen zijn relatief meer gaan kopen dan normaal. Wat betekent dat? Mensen die wat extra hebben. Als men normaliter 1 keer per week 1 toiletpapier kocht, is men door panieksituatie 2 gaan kopen. En door die 2 gaan kopen heb je meer geld gehaald. Je hebt meer geld gehaald, je bent meer geld gaan pinnen. Dus mensen zijn relatief, ik zeg niet iedereen, u past uzelf erin in, meer gaan opslaan dan ze deden voorheen. Oké, nu ben ik weer gaan vragen. Dus ik hoop dat dat stukje een beetje begrijpelijk is voor u. Over de vraagstelling van waar is dat geld? Oké. Dat geld en de centrale bank heeft gemeld, er is geld onderweg. Oké. En die, hoeveel geld onderweg is, dat is niet bekend, maar er is geld, papiergeld, cash, wat we in ons handen houden, is onderweg. En dat geld wordt hier niet gedrukt bij een drukkerij. Gawa drukkerij, mik de ma printa moniki. Nee, dit, ons geld wordt in het buitenland gedrukt omdat het beschermd moet zijn. Het zijn speciale biljetten met beschermingszaken erin. Het wordt in het buitenland gedrukt. Maar nu komt het met de boot. Dan heb je actie de ma. Voor wat kan jongen? We tjara moniko na een boot. Hoe dan kan freya moni jongen? Met een vliegtuig in vliegen. Is geld. Oké, toen was er wel een logisch verhaal daarvoor. En dat begreep ik zelf wel, omdat ik ook in de papierbusiness zit. Niet in de geldbusiness, in de papierbusiness. Houd dat vast. Papier is zwaar. En het zou enorm veel kosten in de vrachtkosten. Wat we noemen in de freight cost, zou het gaan kosten. Dus daar hebben ze het per boot gedaan. En als je denkt papier is zwaar. Ja, wat bedoelt meneer Pier? Kan dat ding zien zwaar? Ik houd het in mijn handen. Neem een stapel boeken en hou het in je hand. Neem een stapel boeken, dat is papier. Hou het in je hand, dan ga je zien hoe zwaar het is. En vertaal dat in een breed aantal grote containers in gewicht. Dus inderdaad, papier is zwaar. Ik weet dat papier zwaar is, en op basis van het gewicht, op basis van gewicht, betaal je vrachtkosten, wat we noemen freight cost, betaal je dat. Laat je met een vliegtuig halen, is het breed duurder in freight. Dus om te besparen, doen ze het via de boot. Dat is wat ik heb gehoord. En dat is wat ik aan u vertel. Ik ben straks weer terug met meer Kalajorkel. Tot straks. Dames en heren luisteraars, welkom terug tot gisteren, vandaag en morgen. Rashid Pierkans, Kalajorkel. Dit is de uitzending voor zaterdag 11 juli 2020. Mijn naam is Farid Pierkan en ik presenteer deze uitzending live vanuit Paramaribo, Suriname. Ik groet ook mijn grote broer in Nederland, Anand Ramcharan. Die is een vaste kijker van Kalajorkel al jaar. Hij kent alle exacte bewoordingen die ik gebruik. Exact. En hij heeft me net, hij zit zoals gebruikelijk ook te kijken. Jammer genoeg kunnen we elkaar voorlopig niet ontmoeten vanwege COVID-19. Er zijn geen reguliere vluchten, er zijn alleen maar repatriëringsvluchten voorlopig. Maar eens zullen we wel die normale tijden meemaken die we destijds hebben gehad. U bent in de uitzending. Goedemorgen. Hallo. Hallo. Ja, bent u er? Maar even voordat u doorgaat. Als ja? Nee. Maar even voordat u doorgaat. U moet die radio en u moet uw tv... Ja? U moet uw radio en uw tv uitdoen. Ik heb uw radio uit. Ja, u moet door de telefoon praten. Ja. Alsjeblieft. Ja? Ik praat door de telefoon, meneer Farid. Ja. Ik heb een reactie dat de VHP met zijn team goed zal werken. En ik hoop dat hij geen fouten maakt. Dat is goed met de minister wat hij gaat zetten. Ja,
Dat is mijn ding. En de tweede is, waarom is NPS nu pas begonnen met de dinges, hoe heet het weer, verkiezingsprogramma? Waarom heeft hij niet eerder gedaan om te verkiezen? Ja, en nu pas zijn ze naar de rechter gestapt om te verkiezen of dit en dat. Er is geen minister geplaatst van NPS. Dat was mijn bijdrage. Oké, dank u wel. Ten aanzien van de NPS, dat twee burgers een kort geding aan hebben gemaakt, het is ieders goed recht om naar de rechter te stappen. Net als u het oneens bent met iets in uw leven, is het uw goed recht, uw vrije recht om dat te doen. En zo hebben mensen mogelijk gebruik gemaakt van hun recht. Dus dat laten we in het midden voor die mensen. En kijkt u, ministerschappen, ik weet niet hoeveel ministersposten VAP heeft. Volgens mij zes. Het probleem met de VHP is, als ze maar 6 stoelen hebben en er staan 600 mensen in de rij, ik geef maar een extreem voorbeeld, dan kunt u nagaan hoeveel mensen ontevreden gaan worden. Omdat er maar 6 stoelen zijn. En uit die 600, ik noem maar een cijfer, want het kan ook 100 zijn, het kan ook 50 zijn, uit het aantal ga je 6 moeten selecteren. Je gaat een heleboel mensen ook moeten teleurstellen. Dat gaat ook zo gebeuren. Maar mensen moeten ook met teleurstelling kunnen omgaan in hun leven. Het leven is vreugde en teleurstelling. Maar die voorzitter met zijn systeem gaat uiteindelijk een keus moeten maken. En dat geldt ook voor ABOP en dat geldt voor de NPS hetzelfde. Want er zijn maar 17 stoelen. Er zijn geen 1700 stoelen. Goedemorgen, u bent in de uitzending. Ja, meneer Bierkan. Goedemorgen. Ik heb even een korte vraag over die scallions. De eerste, zijn die scallions legaal? Want meneer Dodson, ex-minister Dodson, die verklaarde dat hij kwik uit de rivier ermee gaat, dat er mee gehaald wordt. Verklaarde hij keihard in het DNA, dus zijn ze rechtsgeldig, hebben ze vergunning. En denkt u echt dat de nieuwe regering in staat zal zijn om die scallionshouders straks die vergunningen te onttrekken of af te nemen? Want de hele binnenlandbevolking klaagt over die scallions, dat ze de boel bevuilen en dat er vis en al dat soort dingen nog besmet worden met kwik. Prima. Dank u wel. Wat de tweede aangaat, dat moeten we aan die regering gaan vragen die gaat aankomen. Ik ben niet de regering. Ze gaan een besluit moeten nemen erover. En ten aanzien van uw eerste vraag of ze legaal zijn. Ze zijn legaal, ze zijn niet illegaal bezig. Anders waren ze al lang van de water weggehaald. Ze hebben een legale status. Er is wel een regel, een wet, dat er nergens in de wet staat geschreven dat men mag menen op water. Dus op basis van die regelgeving zou iedere overheid het moeten stoppen. Want er is geen regel waar dat men op water mag menen. Dus op basis daarvan mag je ze morgen aan de ketting zetten. Totdat die regelgeving er is. Maar wat is gebeurd? Men heeft gedoogd in mijn land. Wambotogo, Noamatakwasan, Tubotogo, Noamatakwasan, Driscaliasgono. Men heeft het gedoogd. En als je iets gedoogt, terwijl je weet dat het van dag 1 niet mocht, omdat je niet mag menen op water, dan moest je van dag 1 zwart-wit zijn geweest. En dat is het probleem. We gedogen veel zaken in ons land. En dat hebben we geleerd onder de noemer Next No Fault. U bent in de uitzending. Ja, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, meneer Farid. Ja. Ik heb vernomen dat er papiergeld onderweg is. Ja. En mocht er zijn dat die papiergeld arriveren en in de samenleving terechtkomt, wat gaat met onze koers gebeuren? Dat was mijn concrete vraag. Meneer,
Je moet iedere week kijken naar Kulaan. Van al deze vragen, ik verwelkom ze daar niet van. Ik heb ze al 10 keren behandeld. Maar ik begrijp dat u hoogwaarschijnlijk geen tijd hebt om iedere keer te kijken. Want die vragen komen steeds terug. Het zijn diezelfde vragen. Meer geld op de markt betekent geen ontwaarding van de dollar. Dat betekent ontwaarding van jouw SRD. Zo simpel als dat. Ons geld is gedevalueerd, om het populair te noemen, devalueerd. De economen willen die term niet gebruiken, maar ik gebruik het gemakshalve voor u, omdat u die term wel kent. Zo u wilt ontwaarding van uw munt, is omdat we te veel geld op de markt hebben gepompt. En in mooie woorden noemt men dat monetaire financiering. Deze centrale bank van Suriname, onder leiding van Roemer, heeft flink geld gepompt. Miljoenen gepompt. Miljoenen. En waarom pompen ze geld op de markt? Om jou zoet te houden. Je wil papier? Papier mangen? Nee, hem toch geen delila. Maar wat gebeurt er? Die sardineblik van jou wordt duurder. Vandaag heb ik zelf gelezen en in mijn eigen krant moest ik het lezen. Want ik kan niet alles lezen. Ik lees vandaag dat een blikje sardine even duur is dan een halve kip. Ik zeg, wow, oké. Hoe komt dat? Die SRD ontwaard. Niet die Amerikaanse dollar. Goedemorgen, u bent in de uitzending. Ja, meneer Faris, goedemorgen. Goedemorgen. Meneer Faris, kan ik door jou eens weten wat is gebeurd die geld die Nederland heeft aangehouden, 19,5 miljoen, we horen niks van ze. Dat alleen ik wil vragen, meneer Faris. Maar hier kan. Misschien jij weet iets. Oké, dankjewel. Die 9 miljoen is nog aangehouden. Men moet het aanvechten bij de rechter. Is niet moeilijk. De banken van wie dat geld is, die moeten die case uitvechten bij de rechter. Nederland is een rechtsstaat. Nederland is geen machtsstaat. In Nederland moet je door die molen heen gaan. Of je nou eens bent of niet. Ook bij ons ook hoor. Moet je door die molen heen gaan. Ze moeten die zaak aanvechten. Niet moeilijk. En op basis daarvan gaan ze het terugkrijgen. Die banken moesten bewijzen omdat ze verdacht werden van dat het witwasgelden waren. Met andere woorden, gelden die vanuit de illegale sectoren zijn gekomen. En dat was een van de grootste hamvragen waarom die gelden ruim 19 miljoen aangehouden is geworden. Omdat wij staan geen witwasgelden toe. En ze worden verdacht van witwaspraktijken. En dat moeten ze gaan bewijzen, dat die gelden niet uit handelingen komen die volgens de regelgeving niet mag. Ze moeten het aanvechten. En tot daaraan toe is het in een kluis bewaard. De advocaat Boendi is in de bres gesprongen voor mensen in de gevangenissen. Omdat hij zegt dat die mensen daar niet als zodanig beschermd zijn tegen eventuele besmetting van het coronavirus. Ze zijn daarvan niet als zodanig beschermd. Hij vindt dat men daarmee rekening moet houden. Ook zijn gevangenen die opgesloten worden, zijn er meerdere personen zonder beschermende voorzieningen in de gevangenis. Dus met al deze zaken moet men rekening mee houden, vraagt advocaat Boendi. Terug naar het gebied van Marowijne. ABOB B heeft gevraagd, ABOB by the way is, B is van ABOB, hij heeft gevraagd dat de scholen in de stad 6 juli weer zijn opengegaan voor examendoeleinden om examen en toets af te nemen. Dus hij vraagt dat ook de scholen, hij vraagt om het in heroverweging te nemen, om het goed uit te drukken, dat de scholen weer opengaan, ook in het gebied van Marowijne. Hij zegt de mensen in het gebied van Marowijne zijn relatief minder bang dan de mensen in de stad. Dit is Kul Ajor Kul. We doen het live. Laten we kijken nog wat ter tafel komt. Dan nemen we dat ook in behandeling. We krijgen maandag de verkiezing in de Nationale Assemblee en dinsdag krijgen we de inauguratie van de president en de vicepresident als alles goed verloopt maandag. U bent in uitzending. Meneer Farid. Goedemorgen. Korte aanvulling even. Goedemorgen meneer Farid. Een korte aanvulling namelijk. Ik zit ermee. Er zijn gigantische grote leningen gedaan in het buitenland. En ik vraag me af hoeveel het precies is. Misschien bent u op de hoogte. En de samenleving zou het ook graag willen weten. Ik ook hoor, tenminste daarom bel ik op. Of het 22 miljard is. En we praten over Amerikaanse dollar. Of het 27 miljard is. En dan vraag ik me af. Toch, we gaan deze regering, de nieuwe regering, dik en dun
ondersteunen. Maar vraag ik me af, meneer Farid, hoe gaan ze terugbetalen? Toen heb ik gedacht, verkoop een stukje van het land. En toen heb ik gedacht van, als men 300 en 400.000 hectare aan concessie uitdelen van voor 75 jaren, dan kan je toch een stuk van het land verkopen. Dan vraag ik me weer af van waarom, als dat geld, die 22 miljard, weer in de boezem komt van de staat, dan hoeft men ook niet te verkopen. Dus daar vraag ik me af. Er is werk aan de winkel, maar ik ben niet voorbarig hoor, laat me zeggen. Want de nieuwe regering zit nog niet. Dus daarmee zit ik even van, hey, die 22 of 27 miljard. Daar heb ik eventjes niet over de rente nog. Ik praat over het moedergeld, het geleende geld. Dus als dat geld in de boezem van de staat kan komen, dan hoef geen enkel niks te verkopen. En dat zijn we, wat, dan hoeven we niet in Dubai te zijn. Dan heeft ieder een redelijke leven in Suriname. Zo was het zo'n beetje. Meneer Farid, hartelijk dank. Oké, dankjewel. Dit is Kal Ajor Kal. Hoeveel de schulden precies zijn, dat moet ik even kijken in de dossiers. Ik heb het niet bij me, want ik wil u geen bedrag gaan opnoemen die misschien incorrect kan zijn. Ik heb het niet bij de hand. Maar er is een bureau staatsschuld, waarbij die alle schulden op nahoudt. En dat is op de website te vinden. Als u beschikt over internet, dan denk ik dat u kunt googlen onder het ministerie van Financiën. Dan zult u daar hoogwaarschijnlijk het moeten vinden, daarbij alle schulden min of meer zijn gelist. En hoogwaarschijnlijk wat u daar gaat vinden is wat bekend is. Bij een eventuele aantreden van een nieuwe regering zullen ze mogelijk nog andere zaken tegenkomen die niet zijn genoteerd. En ten aanzien van het eventueel verkopen van je grond. Ja, een land verkoopt zijn grondgebied nooit. Dat verkoopt een land niet. Mijn idee was altijd geweest wat ik zeg van kijk, als je iemand toch 75 jaar concessie geeft, zoals voor het mijnen van goud, en je krijgt daarvoor terug in de ruil werkgelegenheid en je krijgt wat peanuts eruit, royalties. Verkoop dat ding voor een paar miljoen. Verkoop dat ding, want na 75 jaar krijg je leftovers. Je krijgt een geruineerd grond, je kan er bitter weinig mee doen. Je krijgt milieuverontreiniging en je krijgt alle hoofdpijn op je hoofd. En dat hebben we gezien wat we teruggehaald hebben van Suralco. We hebben Suralco 75 jaar gegeven. Wat heb je daarvan overgehoord? Geruineerd grond, mijnen van her en der, milieuverontreiniging waarvan nog mensen niet eens weten hoe groot de milieuschade is. We kunnen dat niet eens nog vaststellen. Ik zeg jongens, verkoop dat ding en tegen de tijd van 75 jaar neem je wel een clausule op jongens, ik koop het terug tegen leftover waarde, whatever. Dat is alleen maar een idee. U bent in de uitzending, goeiedag. Goedemorgen, ik heb een vraagje met betrekking tot die SRD-schaarste. Ja. Dus ik gaf daarnet aan dat door die COVID-situatie mensen meer zijn gaan pinnen en extra voorraden hebben gekocht. Maar doordat ze extra voorraden hebben gekocht, is dat geld toch naar de Chinezen gegaan. Zo hebben de Chinezen hun voorraden dan weer aangevuld door de bedrijven, door bij de bedrijven te kopen. Dus die SRD is dan ergens wel in roulatie gekomen en zo hebben die bedrijven dan ook weer gestort. Weer naar de banken gegaan. Begrijp ik dat goed? Is daar dan die relatie ontstaan of zo? Dus dat was dan mijn vraag. Oké, dankjewel. Je hebt één onderdeel gelicht van het verhaal. Het verhaal was, er is een discrepantie ontstaan tussen de cashvolume en dat deel dat in de girale sector zit. En jij hebt dat deel weggehaald van COVID, dat onderste gedeelte. Je moet dat verhaal compleet maken. Wat mensen ook doen, mensen houden hun giraal geld ook. Mensen brengen hun giraal geld ook niet in de roulatie. Wanneer geld schaars wordt, wordt geld duurder. Wanneer geld schaars wordt, wordt geld duurder. Doordat die SRD niet te vinden is. Er was op een gegeven moment zelf een periode, vraag het aan een geldwisselaar, dat mensen SRD kochten. Hè? Mensen kochten SRD, mensen kochten geen dollar, mensen kochten SRD. Dus voor één SRD kreeg je op een gegeven moment zelf 1 SRD en 2 cent. Omdat wanneer iets schaars wordt, ga je meer neertellen, omdat ze die SRD nodig hadden om door te gaan in andere valuta. Er wordt geld gemaakt in wisselkoersverschillen. Daar wordt het geld gemaakt. Dus misschien lijkt het mij verstandig als je... Ik kan het niet helemaal uitleggen. En kijk, een geldwisselaar gaat het je ook niet in een uitzending vertellen. Omdat dat zijn hun technieken en hun geheimen.
Dus alles wat ik min of meer van hun weet, vertel ik het aan jou. Maar ze gaan het nooit in openbaar zeggen. Dat zijn hun geldtechnieken, dat zijn hun manier hoe ze geld verdienen, hoe ze geld legaal verdienen. En de illegaal geldwisselaars is hoe hun geld ook illegaal verdienen. Geld mag geld. Men verdient veel geld op koersverschillen. U bent in de uitzending. Goedemorgen. Meneer vertrouw next morgen. Goedemorgen. Kadoe, jongen. Wat meneer vertrouw next morgen, Piri. Next meneer vertrouw. Ja. Echt waar. Mm-hmm. Neem me niet kwalijk. Ja. Ik dacht, ik tak manga jou tanja toch, dus wat tanja. Maar meneer vertrouw next morgen. Ik dacht, ik hoop dat ik me diep tegen jou aan het niet aan. Maar waarom ik je bel? Mm-hmm. Is weer waar ik kinderen vertrouw toch? Jere, u ap Asiana, u ap Albertina, u ap Mayalaja. Mijn zorgen is die COVID die naar grond tapu. Toch? En Suriname is al een tijdje bezig met dat ding. Een 3, 4, 5 maanden zijn we al bezig. Dus we hebben een beetje balans erin. Hoe beveilig de mensen die de mensen moeten komen dienen? Vooral de oudjes, die zijn de risicomensen, zoals men het zegt. Gaat men te werk in die inrichtingen, want je hoort Asiana. En als je hoort Asiana is een beetje brok op een nazi. Na brokken ze na de dappen, alles maar de tjinsen dappen. Hoe is men te werk gegaan, dus dat vraag ik mezelf af met de reiniging van de mensen die in dienst komen. Want die mensen worden gescreend met zo'n apparatuur. En daar zou men extra moeten zorgen moeten zijn. Want ik heb ook mijn dochter die bij me hier met me bezig is. En ik heb haar verleden gevraagd. Hoe ga je aan het werk? Want ze werkt in een ziekenhuis. En ze zegt, wanneer ze naar binnen stapt, is er zo'n geweldige apparatuur. Ze wordt niet eens dat ding, wat dat ding, als dan je zo'n pistool. Ze staat gewoon ergens en ze wordt gewoon gescreend. Ja, de modernisatie heet dat ziekenhuis in Suriname. Maar nu is het Asiana. Twee mensen zijn daar positief. Dus ik denk werkende mensen, ik denk verzorgers. Hoe is men te werk gegaan om die mensen te screenen? Want dan is men daar een beetje nonchalant bezig geweest, toch? Dat er in zo'n groot ouderdags tehuis. En ik denk dat men daar extra verantwoordelijk moet zijn. Is men weer nonchalant bezig geweest? Want als daar de mensen besmet worden. Want ga even na wat er in Nederland is gebeurd. Dan staan we voor een grote pantomime. Dat al onze oudjes ook daar eraan kunnen gaan. Dus dat is mijn zorgpunt, Guru. Dat men een beetje kijkt wat men doet, want het is niet goed toch? Dat twee mensen zijn daar besmet die de zorg moeten doen. Dus men is daar echt geslommerd daar of zo. Dag, mijn Guru. Een sweet day morgen van hem, een sweet weekend. Oké, dankjewel. Kijk, ik begrijp uw bezorgdheid, want oudere mensen zijn sowieso target van het coronavirus. Dat is al vastgesteld, wetenschappelijk vastgesteld. Maar ik ga er ook van uit dat Huis Asiana, de directie, de leiding, ook vaste protocollen heeft. Maar ik geloof ook niet dat men zaken bewust doet. Je wil graag alles soms 100% sluitend hebben. Hè? Iedereen wil iets 100%, dat willen we allemaal ook. Maar het kan nog net even ergens niet goed sluitend zijn geweest. Dat kan ook. Dus nu ze dit weten, moeten ze die sporen terug gaan volgen om te kijken van wat moeten we beter gaan doen dan wat we voorheen deden. Want niets is 100, laat me u zeggen, niks is 100% sluiten. Men heeft dan ook een onderzoek gedaan dat de meeste besmettingen, weliswaar hoogwaarschijnlijk niet in Suriname, maar de meeste besmettingen vinden in je eigen huis plaats. Vinden in je eigen huis plaats en niet buiten. Het is nog niet vastgesteld in Suriname. Maar het is wel in het buitenland vastgesteld dat de meeste besmettingen in je eigen woonomgeving komen dan van buiten, in de zin van dat je buiten bent. Dus met dit heel systeem proberen we allemaal een sluitend systeem te zoeken. En ik ook. Maar ja, hoe sluitend kan je zijn? Hoe 100% kan je zijn? Hoewel ik zeg je moet, maar hoe kun je dat zijn?
We hebben hier ook protocollen vastgelegd met zoveel aangepaste regels. Maar wat als iets misgaat? Eén misgaat, één. Want het kan ook misgaan bij mij, hoewel ik denk dat ik sluitend ben. Dus met alles wat we meemaken, moeten we direct op de rem gaan trappen. En we weten al vanaf dag één weten we dat wel, dat oudere mensen, seniorburgers, bejaardencentra's, daar we daar extra omzichtig moeten zijn. En ook zieken inrichtingen. En we leren allemaal nog steeds, hè. We leren allemaal, want het COVID-virus is in maart aangebroken hier, heeft zich maart aangemeld in ons land. We hebben allemaal hobbels meegemaakt, het COVID-team. Het was in het prille begin heel broeia, laten we dat ook wel zeggen. Maar gaandeweg zijn ze allemaal ook beter geworden. En het ging snel leren, de wereld ging ook leren. Wat moet ik doen? Hoe moet ik het aanpakken? Wat kunnen we nog doen? Wat moet nog gebeuren? En er gaat nog meer moeten gebeuren. Want terwijl de mens de wereld zich ontwikkelt hiermee, leren ze steeds weer iets bij dat je moet doen. Ze leren steeds weer iets bij. En dat gaan we doen zolang het virus er is, zolang er geen oplossing voor is gevonden. Dus het leven is gewoon niet meer normaal. En ik merk irritatie wel bij mensen. Ik kan het begrijpen. Maar we gaan veel meer geduld in ons leven moeten hebben dan voorheen. Veel meer geduld. Ik zie sommige plaatsen zijn open, omdat de economie moet opengaan, de bedrijvigheid moet terug, mensen moeten inkopen doen, mensen moeten hun normaal leven terug kunnen, er moet weer geld in de relatie, de economie, maar de economie gaat aangepast open. De horecasector is open, maar is zeer aangepast open. Ik zag laatst dat ergens open is, maar die man zegt, ja, je mag bij me komen en heeft gelijk. Maar je moet 1,5 meter van elkaar zitten, terwijl het een lekkere horeca-locatie is waar iedereen cozy bij elkaar voorheen was. Lekker cozy bij elkaar. Kan niet meer. Dus ik ben nog niet geweest, maar ik ga wel een keer om te zien van hoe voelt het aan om in een locatie te zijn waar je eens dichtbij op elkaar was, want het is een gezellig locatie. En nu moet je gewoon 1,5 van elkaar gaan zitten. Hoe voelt dat aan en hoe past dat nieuw systeem in je leven? En dat gaan we allemaal moeten leren. Niemand heeft een pasklaar antwoord. Ik heb je eerder verteld, er is geen boekje dat je kan kopen of op internet kan vinden. Hier is een 100% boekje. Maar ik begrijp de bezorgdheid. Ik begrijp de bezorgdheid en dat we met wat we al weten, tenminste wat we al weten, dat we daarmee wel sluitend kunnen zijn wat we al weten. En wat we nog niet weten, dat gaan we nog gaandeweg moeten leren. Dit is Rashid Pierkans, Kul Ajor Kul. We doen het live vanuit Paramaribo, Suriname. Maandag is het D-Day, zeg ik. Om 10:00 krijgen we de verkiezing. Er is één lijst, Chan Santokki en Ronnie Brunswijk. En als alles goed verloopt op de maandag, dan hebben we de inauguratie op dinsdag 16 juli. En heel opvallend voor mij, althans voor mijn familie, niet voor u, maar wel voor mijn familie, want het regardeert mijn familie, is dat op de dag van de verkiezing, ja, de dag is dat mijn vader is overleden. Dat is 13 juli. Maandag 13 juli is het 15 jaar geleden dat mijn vader, Rashid, naar wie deze uitzending vernoemd is geworden, is overleden. En wat nog opmerkelijk bijkomt, dat heeft niks te maken, het is gewoon toevalligheid, dat de dag van de inauguratie, 16 juli, is de dag waarop hij is begraven. En die twee data's die vallen wel heel opvallend aan bij mijn familie, omdat dit zijn data's die wat je persoonlijk meemaakt in je leven en binnen je eigen familie je nooit meer vergeet. Dus de stemmingsdag en de inauguratiedag van Santokki zullen wij, althans binnen onze familie, de datum nooit meer vergeten, omdat het verbonden is aan een zeer gevoelig, emotioneel en verdrietig moment binnen onze familie. En hiermee ga ik eruit. En inshallah ben ik er weer woensdag met een andere aflevering van Rashid Pierkans Kul Ajor Kul. Ik groet u, Ram Ram Namaskar, Goede Hafiz, Zalam Alaikum. Dit was Farid Pierkan voor Rashid Pierkans Kul Ajor Kul. Dag.